dit hele proces heb doorgemaakt, nu eigenlijk wel begrijp wat komt erbij kijken om tot iets te komen. En dat het echt een serieuze tijdsinvestering kost. Om in dit ambacht gewoon iets tot stand te brengen. Omdat mensen dan wel kunnen zien van waar heb ik het dan vandaan gehaald. En dan krijg je dus dat de context duidelijk wordt van hoe is dit dan, hoe heb ik dit gedaan. Want wij weten dat maar als ik bij iemand anders. Toen kwam ik eigenlijk pas tot de conclusie van hey, het is niet even zomaar een paar bloemetjes borduren. Er komt gewoon wat meer bij kijken. Kon krijgen hè, wat haute couture borduren eigenlijk is. En het zag er allemaal zo ingenieus en moeilijk uit dat ik dacht van ach, dat ga ik nooit onder de knie krijgen. Maar uiteindelijk valt dat best wel heel erg mee. Als je een aantal technieken beheerst, kan je al hele mooie dingen maken. Dus je komt er altijd goed uit de verf uiteindelijk. Het kan gewoon niet mislukken, dat bestaat niet. Nou, in ieder geval voor mezelf dat ik binnen een bepaalde tijd dingen af kan ronden. Maar ook heeft het mij ontzettend veel motivatie gegeven en zelfvertrouwen om gewoon ermee door te gaan. En het heeft gewoon een boost gegeven aan mijn hele leven. Wauw. Ja.